het begin van de Schippersinternaat. Wat in 1951 weer begonnen is. Ook vechtpartijen waren er? Die waren er toen ook. Dikwijls met de klomp en de riem. Maar zo te zien valt dat nu wel mee en wordt er op tijd ingegrepen. Het gebeurde natuurlijk toch wel eens dat iemand van de onderwijzers, als er een vechtpartijtje was, even gauw de andere kant uitkeek. Want als het dan onderling maar even uit moest vechten. Heer Timmers. Broeder Canisius fluit af. En nam zelf de midden uit. Het was toch wel makkelijk hoor, zo'n groot schoolplein. De kinderen had je altijd onder controle. En dan kon een goed spelletje doen zonder dat ze gevaar liepen dat ze daarbij op straat terecht kwamen of dat de bal ver weg kwam. Dat was toch wel een voordeel. Daar links hebben we het kleinpatronaat gehad vroeger. En dat was dan de poort die dan 's middags altijd dicht ging. Om 1 uur ging je weer open en dan mocht je het schoolplein op. 'S avonds om 3:30 gingen we dan naar huis in afmars. Langs de Veerkes weg en dan mocht je niet meer op schoolplein blijven, wat nu gelukkig wel anders is. Ja, de kinderen werden tot de hoek van de Achterdijk weggebracht, hè, in een rij. Daar kwamen toch in de Veerkesweg nogal veel vrachtauto's doorheen rijden, tenminste voor die tijd zeker. En dan was het nogal gevaarlijk. Maar intussen zijn we weer terug in de Dorpsstraat bij het oud politiebureau. Dat is vooraan in de Dorpsstraat, links tegenover het oude postkantoor. Een straatje, de zijstraatje bij dokter, toen dokter Vonk. En de bus, de woningenrichting. Hier zijn we denk ik bij het proefveld van de jonge boeren. Ja, dat klopt. Elk jaar werden er toen aardappelen geteeld, verschillende rassen. En dat was eigenlijk een wedstrijd wie, hoe dat het beste zou gaan. Dus hier hebben we Joop Rokatus, die is aan het sproeien. We zagen net Dingeman Balemans, dit en Ron Korsmit. En dit ligt dan langs de Veerkesweg. Dat deden de jonge boerenstand niet alleen om dan iets meer te weten van de teelt van de aardappelen, maar dat die aardappelen werden verkocht en dat bracht weer wat geld in kas. En dan konden ze weer een teravond van houden of op prijs gaan als ze tenminste genoeg opgebracht had. Ook wel enigszins in scène gegaan is. Tenminste, tegenwoordig zouden ze er niet meer mee klaarkomen om tegelijk te spuiten met al die gif en dan tegelijk er doorheen te lopen, zo met de blote armen, om te gaan wieden. Dan zou de volksgezondheid misschien wel tegenuit komen, tenminste, dat vermoeden heb ik wel. Maar toen werd er toch niet zo nauw gekeken. En om nou te zeggen dat de mensen meer ziek werden dan nu, dat kunnen we toch ook niet zeggen. Tegenwoordig zouden ze ook een masker voor moeten hebben. En speciale handschoenen aan, dat is allemaal niet. En hier is Tinus van den Bos op zijn dode gemakje. Maar dat kan ook aan de film liggen. De sloot kan dat maaien. Daar zijn tegenwoordig wat andere hulpmiddelen voor. En na gedane arbeid, de jas weer aan, de fiets op en weer naar huis. Aan het eind van de Kerkstraat hadden we ook nog een sigarenfabriekje van de heer Rox. En daar waren vooral de dames bij om die sigaren te maken. En hier zien we een deel van het personeel. De gebroeders Rox, dat fabriekje exploiteerde, tenminste de fabriek. Het was meer een soort atelier, waar de sigaren dus handmatig gemaakt werden. Hier hebben we Willem van der Mast en Sweren, allebei ook illustere figuren. En hier hebben we dan nog een benzinepomp anno 1950 ongeveer,
wat er een beetje anders uitziet als nu. En dit is weer het Kerstenstraatje, nu het Willem van der Masstraatje geheten. En op die boerderij woonde de familie Kerstens, vandaar eigenlijk ook de naam. En zo rijden we dan de Neerstraat in. We zagen net een olieboer met de schijvenaars, met zijn dochter. Iets onvoorstelbaars tegenwoordig, een olieboer met paard en wagen. Dit is de bode van het ziekenhuis, van het ziekenfonds geweest. Die kwam toen ook aan de deur. Tegenwoordig gaat het allemaal met girokaarten enzovoorts. En dan hebben we hier nog een oud tafereeltje, weer terug aan de Steenstraat, het boerderij van het Zeeuwke. Ja, u keek naar het eerste gedeelte van 35 jaar geleden Oud Gastel. Wij hopen dat u ervan heeft genoten. En wij zien u graag terug bij onze volgende uitzending. Dan krijgt u het tweede gedeelte van ons te zien. Bedankt voor het kijken.